Naar een nieuwe aflevering van Gamers Net Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken op het gebied van videogames. En naast me is aangeschoven Amador. Hi. Leuk dat je er bent, man. Ja. Heb je zin in? Ja. Mooi. En we gaan het hebben over de Turtle Beach Stealth 600. Met super hearing. Superhuman hearing. Superhuman hearing. Het is een draadloze headset voor PlayStation. Jij mocht ermee aan de slag. Yes. En voor PC ook trouwens. En voor PC ook. Maar hij is gebrand als PlayStation. Hij is gebrand als PlayStation. Er is ook een Xbox versie vooruit. Die is nagenoeg hetzelfde op een klein verschilletje met het, het aansluiten. Het is gewoon iets anders bij In de plaats Xbox. Van een dongeltje hebben ze daar een draadloze dingetje. Ik heb geen idee. En het is waarschijnlijk groen. Ja, en het is groen. Ja, precies. Ja. Hey, draadloze headsets is altijd een beetje, zijn de mening een beetje altijd over verdeeld. Want ja, hoe mooi is het geluid als je het draadloos moet doorzenden naar de headphones? Is dat wel een beetje kwaliteitsverschil, heb ik het idee. Meestal wel. En deze is ook niet van het allerduurste segment. Hij is 100 euro is de adviesprijs. Oké. Dus dat valt op zich nog wel mee voor een draadloze headset. Soms kun je hem nog goedkoper vinden. Ik vind het een prima prijs. En qua geluid is het... verrassend goed voor de prijs waar je ervoor moet betalen. Ja, want er zitten een aantal standen in die je ook nog kan aanpassen. Ja, nou ja, je hebt 4 presets. Je hebt gewoon een normale preset die heet Signature Sound. Daar speel je eigenlijk gewoon 90% van de tijd mee, want alles klinkt gewoon goed in die preset. Je hebt ook nog een Bass Boost. Dat is leuk bij shooters. Alle de granaten en de kogels toch net wat harder, dus dat is toch wel leuk. En die andere twee is Bass and Treble en Vocal Boost. En die gebruik ik voor muziek luisteren. Ja. Dat doet deze ook best wel prima. Gewoon lekker muziek duidelijk en helder uitzenden. Nou, hij heeft natuurlijk surround sound. Dat lijkt me digitaal. Ja, digitaal. Ja, er zitten niet zoveel speakers in. En, nee. Het is gewoon een 50 mm speaker aan allebei de kanten. En ze zorgen inderdaad voor virtual surround sound. Wat overtuigend genoeg is om het surround sound te noemen. Oké. Okay. Het is natuurlijk echt niet wat je gaat krijgen in een headset van 300 euro. Maar ja, maar je moet beoordelen voor wat het is. En voor wat het is het gewoon prima. Je merkt inderdaad bij een shooter, bij een Call of Duty, wanneer er iemand van rechts je benadert of waar die sniper zit. Ja. En het is gewoon goed genoeg. Nou, dat is belangrijk. Moet je ook helpen met de gameplay, hè, surround sound. Dus als dat het doet, dan is dat het goed. Hoe vind je hem zitten? Hij zit comfortabel. Mag je het proberen? Je mag het proberen. Dankjewel. Het verstellen is wel, dat is het ene van de weinige dingen waar ik me wel een beetje aan stoorde, is een groot woord. Maar het verstellen gaat nogal stroef, zoals je zelf merkt. Oh, kan dit gewoon duur. Ja, maar dat betekent ook wel dat het stevig is. Het is een heel stevig apparaat, maar je moet wel echt goed aan het ding lopen trekken om... Ja. Hij doet niet een noise cancelling. Nee, geen prima. Dat kan niet voor geld, hè. Nee. En ik zie dat de microfoon zit hier, zo. Ja. En daar was jij heel erg over te spreken. Het is ook een heel klein microfoontje en die kan hem mooi wegwerken, wat super handig is als je op straat loopt. Ja, het is een design dingetje wat mij wel heel erg kan bekoren. Hij is inderdaad heel kort. Doe je hem beneden, gaat hij aan. Doe je weer terug naar boven, gaat hij uit. Dat is gewoon super makkelijk in plaats van met knopjes ergens aan een draadje of wat dan ook. Of achter op de headset. Helemaal het is gewoon naar boven en... niemand hoort je meer en je hebt geen last meer van. Nee, ben het oprecht mee eens. Microfoons zijn vaak heel lastig weg te werken en hier hebben ze dat echt heel erg mooi gedaan. Je kan ook via je headset, zag ik, ook je volume en zo aanpassen. Ja, het zit allemaal achterin. Ja. Eentje voor je volume van de koptelefoon, eentje voor je microfoon. Ja. En twee knoppen om aan en uit te zetten en de andere om de presets mee te verstellen. Ja, super tof. Je was ook te spreken over de uitgaande audio, hoe mensen jou hoorden. Ja. De microfoon is goed genoeg om alles op te pikken, maar de omgevingsgeluiden zo min mogelijk. Nou, dat klinkt prima. Heb je ook nog negatieve dingen? Je had iets over de dongel, geloof ik? Ja, de dongel, het is een draadloos apparaat, dus en de dongel vind ik een beetje aan de grote kant. Ik snap ook niet waarom dat moet. Ik snap ook niet, want je hebt gewoon heel vaak met draadloze apparaten als muizen en zo, dat het echt alleen super klein is. Raak je dit kwijt. Stukje is. Ja, raak je wel snel kwijt. Dat wel. Maar omdat hij zo uitsteekt en bij een PlayStation, vooral bij een laptop, is dat toch kans dat het afbreekt. En dat is maar een klein punt ervan. En de superhuman hearing. Oh ja, dat is iets wat op de voorkant van de doos staat. Dus dat vindt Turtle Beach zelf heel belangrijk. Superhuman hearing. Dat is, moet je niet denken dat als je nou slechthorend bent, dat je denkt van ik koop deze headset, dan hoor ik gelijk weer. Ja. Dat is niet. Nee. Nou, het gaat wel keihard. Het gaat wel heel hard, ja. Nee, ik heb hem altijd vrij hard aanstaan en uiteindelijk wilde ik het superhuman hearing aanzetten en dan hoor je dan heel mooi een Engelse stem zo, superhuman hearing on. Ja. En vervolgens gaat dat ding ongeveer 3 keer zo hard in één keer aan.
En ja, dus dan schrik je wel even van. Maar als je dan even de tijd geeft, dan denk je van ja, het verschil is niet heel groot met Superhuman Hearing. Maar hij zit hem gewoon keihard toch? Dat is toch wat hij doet? Ja. Hij reageert eigenlijk zoals mensen die niet omgaan met slechthorende mensen op slechthorende mensen. Ja, precies. Gewoon keihard schreeuwen. Keihard schreeuwen, totdat je hoopt dat ze het horen. Ja. Ik deed net slechthorend iemand. Nou, ik ken slechthorende mensen, dus sorry. Ja, dat... Het zijn allemaal geaccepteerd. Dat mag ik alles zeggen. Ja. Nou, dus dat is een rare functie ook. Ja, nou ja, ze zeggen dat het is om wat meer details te kunnen oppikken, voetstappen beter te kunnen horen en dat soort dingen. Maar het enige wat je hoort is dat alles 3 keer zo hard staat. En ja, voor de rest... Slim hoor. Ja, voor de rest vind ik het niet heel veel toegevoegde waarde hebben. Dus die moet je gewoon lekker uit laten staan. Maar voor de rest is het gewoon echt een heel, heel prettig apparaat voor de degelijk prijs. Degelijk beestje, hoor ik. Een degelijk beestje. En wat was de kostelijke prijs? Ongeveer 90 tot 100 euro. Ja, 100 euro is de adviesprijs. Maar er zijn al verschillende winkels waar ik ze voor 90, soms zelfs 85 euro heb gezien. Hartstikke goed. Ik denk dat we een mooi beeld hebben van de Turtle Beach Stealth 400. 600? Stealth 600. Wil je echt alles weten over de Turtle Beach Stealth 600? Lees dan ook vooral. Ja, lezen. Dat is heel diep. Want dan kun je echt op alle facetten gaat hij dan in. De geschreven review op gamersnet.nl. Amador, leuk dat je weer een keer mocht zijn in Gamers at Gear. Yes, dankjewel. En ik spreek jullie, of we zien jullie, heel snel weer bij gamersnet.nl of op een van onze social media kanalen. Tot de volgende keer. Ik weet het ook nog eens. Weet je, zo'n eind is... Ja, gewoon iets uitpoepen. Ik weet het niet eens. Wat zei ik nou net? Was het interessant? Nee, totaal niet. Nee, dat vond ik ook.